Tu, en jou, mag dat nog wel? Hallo, hier Tabakkie. We hebben vandaag het Jungle Festival ter ere van 100 jaar Welpen. 100 jaar Welpen zou ontzettend groot gevierd worden. Er zou een feest gegeven worden van een jaar lang, waar ze het over 100 jaar nog over hadden. Dus we zijn aan het begin van het jaar zijn we al een taartwezen afgeven bij de burgemeester. Maar, helaas, heeft corona roet in het eten gegooid. Voor degene die grap van corona niet begrijpt, we doen alles in het thema van Jungle Book, daarom heet ik ook Tabakkie. Het is een jakhals uit Jungle Book en Co. Het is een kraai. Dus nu hebben we vandaag een alternatief Jungle Festival. Dat zou ook heel groots aangepakt worden. Dat is nu ook gewoon bij de eigen groep. Hoewel dat programma eigenlijk wel heel leuk is. De rest ter ere van het 100-jarig bestaan is de Hinda. En Brokikker is in de jungle komen wonen. Maar nu is het zo, die moet nog een plaats hebben om te gaan wonen. En dat is wat de welpen nu uit moeten zoeken. Alleen nu was het zo dat in het programma stond, wat scouting breed is vanuit Nederland, dat stond bij Tabakkie. Ik speel geen spelletjes met kinderen. En wie zou ik dan zijn om tegen het programma van Scouting Nederland in te gaan? Maar ja, ik zit hier dus wel op een post. Dus ik moet iets anders doen. Want ik heb namelijk een hint voor de kinderen. Ik haat die Hinda. Lek positiever allemaal. Maar, nou heb ik dus bedacht. Ik ga dus geen spelletje met ze spelen. Maar ik ga het met ze hebben over de jel. Nu is het zo, we mogen bij Scouting geen liedjes meer zingen. Dus had ik het volgende bedacht om die kinderen dadelijk te leren. We leren ze een jel. En die jel die gaat... Tu! Een jel? Mag dat nog wel? Dus wat gaat er dan gebeuren? Als je tu roept, dan roepen die kinderen dus... Een jel? Mag dat nog wel? En het grappige is dan, als we dat aangeleerd krijgen... Dan roept er dus iemand u en dan roept er meteen iemand achteraan een jel. Mag dat dan wel? Dat lijkt me wel grappig. En dan gaan we dadelijk bij de sluiting gaan we dat proberen of dat ook werkt. En ik heb er best veel vertrouwen in. Nou ben ik benieuwd of er nu ondertussen hier iets gaat gebeuren. Want iedereen die staat nog steeds gewoon bij dezelfde boom naar de uitleg van Tu te luisteren. Ik zal straks wel vertellen of het gewerkt heeft of niet. Ja, we hebben afgesloten net. En dat leek natuurlijk nergens op. Iedereen die was het alweer vergeten wat ze geleerd hadden. We moesten even de vlag verhangen. Want we moesten bij de andere vlaggenmast afsluiten dan dat we begonnen waren. Dus toen heb ik ze stiekem allemaal nog even snel gezegd hoe het ook alweer moest. Toen hebben ze, toen ging het wel vrij redelijk. Maar ja, dus als we de volgende week nog een beetje inhouden en die week daarna, dan leren ze het misschien wel. Nou, bedankt voor het kijken en goede jacht!